Ja, mijn naam is Laris Duarte, ik ben 24 jaar en ik ben voetballer van SC Groningen nu. Ik vind sowieso voorop staan dat Groningen echt een mooie grote club is. En het is ook zeker een hele mooie stad. En het is ook vooral een club die voor de bovenste plekken meestrijdt. Dus vorig jaar ook, dan met Sparta zijn we achtste geworden, maar Groningen is dan zevende geworden. Een jongen met heel erg veel voetballend vermogen. Om te zorgen dat een ploeg vanuit de laatste lijn in het derde kwart van het veld komt. Door snel vooruit te draaien met passes naar voren. Ja, dat is wat wij wel heel erg graag zouden willen toevoegen aan ons spel. Dus ja, we zijn heel blij dat hij naar FC Groningen komt. Ja, het is gewoon een ander level. En ik heb het idee dat ik mezelf veel beter kan ontwikkelen nu. En ook weer stappen kan maken. Wat voor speler ben je? Ik ben een creatieve speler. Een speler die zich met de opbouw kan bemoeien. Een verbindingsspeler. Ja, ik heb veel inzicht. Ik weet vaak wel snel te handelen. En ik weet meestal waar de ruimtes zijn, zodat ik de bal naar de juiste kleur kan spelen. En ik denk dat ik daarmee het spel kan versnellen in een team. Laros is vooral, denk ik, een speler die aan de bal heel erg goed is. En snel naar voren kan en wil spelen. En dat is ook wat wij graag willen vanuit onze strijdwijze. Zo snel mogelijk proberen vooruit te spelen. Dat is denk ik ook wat onze supporters graag willen zien. En ja, daar vinden wij hem wel heel erg goed in. En ja, het is wel een ander type speler dan Assor Matosiwa bijvoorbeeld bij ons is. Dat is echt een speler die heel erg sterk is in de duels, veel intercepties pakt. En ja, dat is iets waar hij nog stappen in kan maken. Daar hebben we ook met elkaar over gesproken. Nou, en wij zijn er wel van overtuigd dat hij die stappen kan zetten bij ons. Duak. Meteen diepte gezocht. Een mega aangetikt hier. Sparta, club waar ik ben begonnen eigenlijk. En op een gegeven moment heb ik, toen ik 18 werd, heb ik stap naar PSV gemaakt. Ik ben daar in jong PSV gaan spelen. Ik heb eigenlijk dan al best wel vroeg te maken gekregen met Jupiler League voetbal destijds. En dat zorgt ervoor dat je snel, snel volwassen moet worden. Veel geleerd daar en vervolgens terug gaan naar Sparta, gepromoveerd met Sparta. En eigenlijk op die manier de weg naar de Eredivisie gezocht. Bij PSV helaas net niet gelukt. En eigenlijk is het bij Sparta wel gelukt. En ja, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik deze stap kan maken. Wat verwacht je van komend seizoen en van jezelf? Ik wil gewoon dat de fans zien dat ik een aanwinst ben voor de club. En ik hoop dat ik hier mezelf goed kan ontwikkelen, zodat ik de volgende stap kan maken. Maar eerst wil ik lekker in het team komen. En op die manier zorgen dat we gewoon als FC Groningen hele mooie stappen kunnen maken dit seizoen. Hele mooie, mooie momenten kunnen beleven met z'n allen, met de fans erbij. En ja, op die manier hoop ik dat ik gewoon mijn bijdrage kan leveren om dit gewoon een heel mooi seizoen te maken. Nu ben je een jongen uit Rotterdam. Wat is nou voor jou een inspiratie geweest? Wat zijn nou voetballers waar je tegen opkeek vroeger? Vroeger? Ja, of nog steeds? Ja, ik heb natuurlijk zoals elk voetballer heb ik ook idolen. Iniesta bijvoorbeeld, Thiago Alcantara, dat waren wel mijn idolen. En eigenlijk heb ik altijd een beetje geprobeerd in die stijl te voetballen. En ja, ik probeer het eigenlijk gewoon ook weer hier door te pakken. En op die manier hoop ik mijn krachten tot uiting te brengen.